Oké, mensen, hartstikke welkom. Ik ga het hebben over het examen VWO Natuurkunde 2018, tijdvak 1. En dat was vraag 24, waarbij werd gevraagd over Kirchhoff. Haha, dat is deze opgave, de energievoorziening van een weerstation. Dan kreeg je dit plaatje bij. En weerstand nummer 3, dat staat voor het weerstation. Het weerstation krijgt zijn energie uit een accu of uit een zonnepaneel. En of eigenlijk. En je ziet hier een R1 en een R2. Dat zijn weerstanden die ervoor zorgen dat niet alle spanning ineens van het zonnepaneel op dit weerstation. Dus dat is eigenlijk een beetje een technisch dingetje. De vraag wat omgaat nummer 24. Bereken de spanning van het zonnepaneel en gebruik hiervan de spanningswet van Kirchhoff. Wat is Kirchhoff eigenlijk? Kirchhoff die heeft het over de spanning in één kring of de stroomsterkte in één punt. En het gaat wel zo dat de spanning van een bron is gelijk aan de spanning van alle componenten bij elkaar. Ofwel, je kunt zeggen spanning van alle componenten bij elkaar minder spanning, dat is samen nul. Blijft dus niks over. Stroomsterkte geldt ook zoiets. De stroom die in een punt gaat, is ook gelijk de stroom die uit een punt gaat. En de stroom die erin gaat, min stroom uit, is samen nul. Je ziet hier een formule en nog een formule. De een is voor de spanning U en de ander die is voor de stroomsterkte I. Nou, dit was het figuur waar we mee aan de slag moesten gaan. Ik kan je zeggen, dit ziet er een beetje heel ingewikkeld uit. Dus laten we eerst eventjes deze kant bekijken. Kijk, dit gaat een stukje makkelijker. En ik ga uitrekenen de spanning over deze weerstand 0,45 met een spanningsbron, een accu van 12 volt, blijft er dus 11,55 over voor het weerstation R3. Dus even netjes opschrijven en vervolgens teken ik de richting van de stroom. En als ik Kirchhoff ga gebruiken, dan doe ik dus 45 plus 11,55 en dan min 12 geeft mij totaal 0. En dan zie je dus hier iets gebeuren dat de richting van de stroom, die geeft dus in de componenten een positieve spanning, maar in de bron een negatieve spanning. Dus de stroom die zo door die bron heen gaat, geeft dus een negatieve spanning. Dat is echt iets wat we moeten onthouden. Nou, daar zijn we weer bij onze opgave. En ik ga gelijk door naar het correctievoorschrift. En dan zie je hier dus hoe het allemaal berekend zou moeten worden. En er wordt gesproken over de kring A, B, E, F. Hé, dat is opmerkelijk. Dat is alleen dit deel. En wat ze zeggen is dat je dus UZP en dan allemaal getalletjes. Wat hier eigenlijk staat is dat je de spanning van het zonnepaneel, dan moet je dus de spanning over weerstand 1 van afhalen, de spanning van de accu moet je van afhalen en dan moet je bij optellen de spanning die over weerstand 2 gaat. We gaan nu kijken hoe dat precies werkt. Eerst teken ik het hele figuur en ik ga de stroomrichting ga ik tekenen die in het geel. Vanuit het zonnepaneel loopt. Dus die kant op. Ook wat zeg maar, vanuit de accu loopt. Samen wordt dat geel en blauw natuurlijk, samen groen. En dat gaat hier weer verder. En dat splitst hier bij punt E weer. Dus tot hier ver. Hier, die punten, daar zie je dus dat de stroom in en de stroom uit. Maar goed, daar zijn we niet zo heel erg in geïnteresseerd. We gaan kijken naar de kring A, B, E, F. En de rest gaat dus weg. En we gaan nu verder. Maar we gaan eerst weer eventjes kijken wat we hadden herinnerd. Hè? Dus die stroomsterkte die zo die kant op gaat, die geeft dus hier een positieve spanning. En dan hier een negatieve spanning. Die gaan we toepassen. En dat gaan we eerst bij U1. Dus als we kiezen dat dit zeg maar de richting is die we positief vinden, dan komt hier een positieve spanning. En dan moet dit een negatieve spanning zijn. Aangezien hier die blauwe pijl van de stroomsterkte, die gaat dus tegen deze, die we net positief hebben gekozen. Dus hier hebben we dan te maken met een negatieve spanning. En de spanning van de accu, die heeft een teken wat daar tegenovergesteld aan is. Dus dat wordt dan weer een positieve spanning. We gaan Kirchhoff even alles bij elkaar optellen. Dus dat moet dan zijn plus U1 min U zonnepaneel min
U2 plus uw accu. En dit ga ik een klein beetje anders opschrijven, zodat het een beetje lijkt op dat ding in het correctievoorschrift. Dus ik ga eerst keer min 1 doen. Dan zie je dus dat dit min wordt, dat plus, dat min. En ik ga hem nog een beetje omschrijven. Deze zet ik hiervoor, die zet ik daarachter, en die daar, en die daar. Nou, nu heb ik het vormpje, wat ook staat hier. UZP hier, min U1 hier, min uw accu, plus U2. En ik ga door naar de volgende. Ik heb haast, kennelijk. Je mocht ook de andere kring doen. Je mocht ook de kring A, C, D, F doen. Waarbij je het middenstuk gewoon achterwege laat. Nou, misschien is het ook wel makkelijk. Deze hadden we al uitgerekend, dus die gaan we zo gebruiken. Je ziet dat hier, zeg maar, alles dezelfde kant op gaat. Dus dit zou een positieve spanning zijn, is een positieve spanning. En hier zit dan een negatieve spanning. Nou, we gaan het even uitrekenen. Hier die 2,6 keer die 0,71 geeft 1,846. Nog niks doen met significantie, die we later pas. Die 11,5, die stond er al. Kirchhoff gaan we gebruiken en dan zie je dus plus U1 plus U3 min U zonnepaneel. En ik vul het in en dan moet ik 0 krijgen. Ik ga deze nu even omwerken. En je ziet dat ik deze en die bij elkaar optel. En dat komt uit 13,396. Ik ga nu kijken naar de decimalen, want ik ben aan het optellen. Dus het komt uit 13,4. En dan gaan we even checken. Ja hoor, dat is precies hetzelfde. Dus ook deze manier is een juiste manier om met Kirchhoff zeg maar de juiste uitkomsten te verkrijgen. Nou, ik ben benieuwd. Ben je blij met deze uitleg? Nou, abonneer en liken. Nou, geef me een reactie. Zijn er nog uitleggen of vragen of iets dergelijks die je mist? En ik zou zeggen, tot kijk. Bij Natuurkunde Kijken met Sylvio Rademaker. En nou, blijf nog even hangen. Dan krijg je hier of hier of hier of hier krijg je nog wat suggesties voor andere filmpjes die je eventueel zou willen kijken. Nou, dus tot de volgende kijk. Doei!